Vond je het leuk om te doen? Ik vond het echt ontzettend leuk om te doen. Echt, we hadden nog nooit in een akoestische set dit gedaan. Ja, en ik vond het echt te gek. Het kriebelt naar meer. Ja, zo sta je er ook bij. Het kriebelt naar meer. Dus we horen meer zo in deze setting. Nou, het zou best leuk zijn. Ja. Ja. We maken gewoon een promo. We doen het gewoon nog een keer. Jullie doen het gewoon nog een keertje, laten we het zo zeggen. Helemaal tevreden, meneer de gitarist. Ja, het kan altijd beter, maar ja, het ging prima. Voor de eerste keer een akoestische set, dus ja. Akoestisch, dat is het wat rustiger, maar echt Anouk op het podium met de hele band erbij, dat is echt flink rocken en flink stampen eigenlijk. Maar ik vind het heerlijk om Anouk te zingen. Het ligt mij, ja, mag ik wel zeggen, lekker om te zingen. En dus het ligt mij goed, ja. Ja, ik was tenminste al, toen ik Dennis zag, ik denk, nou, hartstikke dekebeng, daar gaat het eraan. Dat wordt even wilde muziek, dus ik was een beetje verbaasd voor het hele prachtige, het stille, het melodieuze, of het akoestiek, wat je noemt, geweldig. Meerdere plannen, met z'n allen toch? Ja, sowieso. We gaan sowieso verder met Anouk, elektrische band, zeg maar. Dus met de gehele band. En dan spelen we door heel Nederland. Maar ik denk dat dit na vandaag dit toch ook wel een optie kan zijn om ze goed uit te gaan werken en daarmee aan de slag te gaan. Ja.